We hebben de boswachters de vrijheid gegeven van, kun je hierin vinden? Een aantal vinden dat wel en anderen hebben erover nagedacht en besloten dat ze toch liever elders bij Staatsbosbeheer hun werk willen voortzetten. Ja, dat betekent dus dat inderdaad die mensen niet het gebied ingaan om de dieren af te schieten. Ja, klopt. Die zijn op andere gebieden werkzaam nu van ons, ja. Minister Carola Schouten vindt dat de boswachters die keuze gewoon mogen maken. Als daar mensen zijn die daar moeite mee hebben, dan vind ik dat we daar praktische oplossingen voor moeten zoeken. Want in dit land kan je ook altijd nog gewetensbezwaar hebben en daar moeten we rekening mee houden. Naast het afschieten blijven de boswachters van Staatsbosbeheer het natuurgebied gewoon onderhouden. Vandaag starten ze met het herstel van de beschuttingsplekken voor grote grazers. Die moeten de dieren in de winter uit de wind houden. En mocht u het in het geheel oneens zijn met de gang van zaken rondom de Oostvaardersplassen, dan kunt u binnenkort op gesprek komen bij Harold Hofstra. Hij is als gedeputeerde bij de provincie Flevoland verantwoordelijk voor de Oostvaardersplassen. Geïnteresseerden kunnen zich voor het spreekuur online aanmelden. De link vindt u op onze website.